Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Den Ouden Compleet Wonen, Joosten Glas en Schilderwerken, Kalman Media Producties, Marimba Bloemsierkunst, Expert Bokstel en Stage Event Equipment. Met hockeyer Thomas van Wanrooy en zijn vader Herman gaan we het vandaag hebben over de gezamenlijke passie, de sport. We hebben een Nederlands kampioen DMX op de bank, praten over Dinner on Ice. Vlogster Leila Zimmerman schuift bij ons aan om te praten over een zeer bijzonder initiatief. We hebben de vlog van Frans en muziek van Dennis Wels. Het is vandaag dinsdag 1 november. Welkom bij Dommeland Live. We hebben vandaag een mini-versie van Zo Vader, Zo Zoon. Bij mij op de bank zitten twee heren, Thomas van Wanrooy en Herman van Wanrooy. Onlangs in de media hebben we over Thomas kunnen lezen over zijn speler zijn en zijn trainer zijn binnen het hockey in Oosterwijk. En we kennen Herman natuurlijk als wethouder van onze gemeente. Ze zijn vanavond hier. Heren, welkom. Leuk dat jullie er zijn. Ja. We gaan het hebben over de sport, maar we beginnen eerst even met een klein ander dingetje. Want Thomas, waar heb jij die krullen van gekregen? Waar komen die vandaan? Ja, kijk maar even deze vader. Ja, toch wel van hem. Toch wel, ja. Je was vroeger goed into de krullen. Ja, ik was vroeger goed in de krullen, ja. Maar mijn vrouw die was ook goed in de grote slag. Dus die twee dingen bij elkaar, dat heeft... In ieder geval die haardos opgeleverd. Ja. Nou, leuk dat jullie er zijn. Zoals ik al zei, we gaan het hebben over de sport. In plaats van over de politiek. Waar we je natuurlijk gewoon normaal in zien. Herman, hoe is het om een zoon te hebben die uitgeroepen is tot meest succesvolle coach en speler van, van de vereniging? Ja, hoe dat is. Ja, kijk, ik heb het altijd leuk gevoeld. Ik heb ook altijd geënthousiasmeerd om... het trainer-coachersvak een keer op te pakken, want het is een goede hockeyer. Hij is wel eigenwijs, maar het is een blijft technisch goede hockeyer. Mm-hmm. Dus hij kan eigenlijk heel veel dingen, met name op technisch vlak, overbrengen. En je ziet heel vaak toch dat die jongens op een gegeven moment, ze worden veteraan en ze doen eigenlijk niks meer. En ik ben blij dat op een gegeven moment hij toch de stokje op heeft gepakt. Hij zegt van nou, ik ga ook trainen en coachen. En toevallig, ja, we waren allebei bij Hoco. Hij als hockeyer, ik als trainer-coach. Mm-hmm. Ja, stond ik trouwens ook een mooi boxer, wat hij zelf heeft gezegd. Mm-hmm. Dus je erin gerold. Ja. Ja, en ja, hij heeft blijkbaar toch wel in zich om er daarna ook nog iets van te maken. Ja, inderdaad. Maar je wilde in het begin eigenlijk, wat ik heb gelezen ergens, helemaal geen hockeyer worden. Je wilde veel liever voetballer worden. Hoe is het dan toch zo ver gekomen? Nou, ik wilde op zich wel hockeyer worden. Alleen in die tijd mocht je pas op hockey toen je 8 was. Yeah. En je mocht volgens mij vanaf je 6e. Bij ODC, of in ieder geval op voetbal. Mm-hmm. En omdat hij een oud ODC'er was, ging ik automatisch ook weer bij ODC voetballen vanaf mijn 6e. En ja, eigenlijk elke zondag wel gewoon naar MEP. Om daar mee in ieder geval op het miniveldje te hockeyen. In de wetenschap dat ik, ja, ik denk na een jaar bleek het voetbal toch niet helemaal mijn ding te zijn. En toen eigenlijk al bijna zeker wist dat ik vanaf mijn 8e ging hockeyen. Ja, maar had je ooit gedacht dat je zo ver en zo hoog in de... top zou spelen, zeg maar? Nou, ik heb wel altijd gewoon binnen de jeugdteams van MEP wel altijd gewoon in de eerste lijn gespeeld. En ook wel in een redelijk goed team. En ja, op een gegeven moment ben ik vanzelf doorgestroomd richting de senioren uiteraard en MEP Heren 2. En toen eigenlijk de eerste keer ontdekt, min of meer door een soort van trainersopleiding, mm-hmm, bij MOP. Ja, daar ben ik eigenlijk in het eerste gekomen en sindsdien is dat, ben ik eigenlijk een aantal clubs afgegaan. En als je maar lang genoeg fit blijft, dan zit je op een gegeven moment automatisch aan 15 jaartjes. Ja, en je zegt al, hè, je bent begonnen bij MEP. Ja. Maar Herman, je bent op een gegeven moment naar Oosterwijk gegaan, omdat je iets meer wilde met de hockeyambities. Hoe heb je die stap gemaakt? Nou, het is voor mij niet aankomen waar, want ik ben begonnen met trainercoach in 83, 84. Uh-huh. Dus ik heb vandaag nog de hele litanie nagelezen en ik kom toch al met al nog op 31 seizoenen dat ik trainercoach ben geweest. Ja.
17 jaar ervan bij MEP, bij verschillende teams. En nou, op een gegeven moment was het project bij HOCO was ten einde. Ja, en dan krijg je een belletje, God, wees een keer met ons komen praten. Oh nee, sorry, dat was later. Ja. Ik was klaar bij MEP en toen werd ik de HOCO benaderd of ik daar eens wilde komen praten. En daar had ik een gesprek met de aanvoerder van dames. Ik heb me nog herinnerd, de aanvoerder van dames 1 en de aanvoerder van heren 1. Mm-hmm. En ik vroeg naar hun ambities en de aanvoerster van dames 1 die zei, nou, ik denk dat wij wel kampioen kunnen worden. En de aanvoerder van heren 1 die zei, wij willen gewoon kampioen worden. Mm-hmm. En die zette het er net iets fermer in. Mm-hmm. En toen heb ik gedacht van, nou luister, nou, dit is iets, want dat team kwam op dat moment uit de vierde klasse. Dan denk je sowieso, wat moet ik ermee? Mm-hmm. En die hebben de ambities die op die avond werden uitgesproken, die hebben ze toch wel helemaal waargemaakt. Want aan het einde van het derde seizoen dat ik er was, toen misten we rechtstreeks promotie naar de eerste klasse op 1 punt. En dan kom je dus uit de vierde en doe je 3 seizoenen en dan mis je dat. Dat moet ik wel zeggen, was wel een pijnlijk moment in de uiteindelijke hockeycarrière. Ja. Maar dat was eigenlijk op die manier. Ach ja, als je redelijk aan de weg timmert en je bent enthousiast, dan is er altijd wel een club die denkt van nou, die willen we een keer hebben of die gaan we een keer oppakken. Die. Ja. Ja. Zo werkt het eigenlijk. Ja, heel mooi. En je aan de weg timmeren. Je hebt zelf op een gegeven moment de stap gemaakt om naar Italië te gaan. Ja. Dat was nogal een avontuur, neem ik aan. Ja, hoe is zeker. Dat zo uiteindelijk? Ja, dat is ook via verlopen. In eerste instantie via de oud-spits van MEP, was een Argentijn. Die kon in verband met vergunningen, werkvergunningen, et cetera, kon hij niet langer in Nederland blijven. Dus die is toen terug naar Italië gegaan. En ja, eigenlijk uit een soort van noodgreep dat zij iemand daar geblesseerd hadden. Mm-hmm. Spelerslijst was al ingevuld, dus toen kon er eigenlijk alleen nog maar een buitenlander komen. Ben ik toen via Hugo van Gent, dacht ik, toen benaderd vanuit Brabo. Okay. En toen zat ik net bij Forward in Tilburg, dus ja, dat was voor mij makkelijk om die stap te zetten toen. Ja, en ja. Een heel avontuur. Ja, zeker. Ja, ja, leuke stad en natuurlijk een mooie tijd gehad. Ja. Ja. Herman, hoe vond je dat als vader, dat hij naar Italië vertrok? Nou, ik vond het geweldig. We waren alleen de eerste 4 dagen waren we hem kwijt. En dat was toch, nou, dat was geen fijne ervaring, want we probeerden contact te zoeken met hem. En we kregen hem gewoon niet te pakken. Dus we wisten ook helemaal niet, is hij wel geland? Waar zou hij uit kunnen hangen? En na 4 dagen kwam er dan toch een teken van leven. Uh-huh. Ja, daarna valt er wel iets van je af natuurlijk. En ja, oud en wijs genoeg op dat moment. Want kijk, we allebei met onze kinderen, we hebben altijd geprobeerd om ze ook op tijd van, nou, als ze eruit willen, dan gaan we ze vooral niet tegenhouden. Dan, dat moet ook, hoort erbij. Ja. En op een gegeven moment was weg. En ja, ik geloof dat hij daar een goede tijd heeft gehad. Want ja, Italië is natuurlijk een fantastisch land. Degene wat hij zegt, ja. Is een leuke stad. Absoluut, ja. Absoluut. Even een zijsprongetje. Herman, jij hebt ook gecoacht. Begrijp ik goed, hè? Wat voor coach ben jij? Of wat voor coach was jij? Nou, ik was een coach die eigenlijk alles zelf wilde doen. Dus ik was niet alleen de coach, maar ik was ook nog de manager en de waterdrager en de ballentassendrager. Ik deed eigenlijk alles. Maar ik was wel een coach die probeerde om het... ik ben er altijd van overtuigd geweest dat voor een wedstrijd, ja, moet ik zeggen, het moet allemaal kloppen. Maar je relatie met je spelers, die moet eigenlijk optimaal zijn. En dat impliceert voor mij wel, dat voor mij waren als je de selectie had van 14 of 15 spelers, dan mijn band met die 14, 15, die moest gelijk zijn. En ik merk wel bij de toptrainers en de coaches, zoals je die ook bij MEP eigenlijk wel kent, die met name geïnteresseerd zijn in die eerste 11, die ze zondag nodig hebben. Mm. En ja, ik ben er altijd vanuit gegaan, ik wil een homogene groep hebben. Ik wil met iedereen wil ik goed op kunnen schieten. En vanuit die homogeniteit moet er iets moois komen. En dat heeft in een heleboel seizoenen heeft dat heel goed gewerkt. Ook qua resultaat. Ja, en het is wel belangrijk als je eind van het seizoen hebt en je hebt met iedereen een hele goede relatie. Ja, dat betaalt zich het seizoen erop eigenlijk ook weer, ook weer uit. Heb je een bepaald moment waarvan je denkt zo van, nou, dat was echt ultiem? Nou, het mooiste wat er is als je dus met een standaard team, dus wil zeggen of een heren 1 of een dames 1, kampioen kunt worden. Mm-hmm. En ik denk dat mijn ultieme moment was toch wel, ik ben met MEP dames 1 kampioen geworden van de eerste klasse en de overgangsklasse. Mm-hmm. Dat was een heel ultiem moment, het moment dat we met HOCO dus vanuit de vierde klasse komen het jaar erop, promoveerden naar de tweede klasse en vervolgens eigenlijk het hele seizoen bijna bovenaan stonden, was één groot. Ja. Was echt, het was één feest, alleen dan de laatste wedstrijd dan verliezen en dan
wat ik op één punt niet halen. Ja. Maar het heeft nooit de rest van wat, het plezier wat ik uiteindelijk aan heb beleefd, dat heeft het nooit kunnen ondermijnen. Nee. Dat moment, nee. Absoluut niet. Nee. Okay. We hebben nog wat foto's van jou, Thomas. Ah. Terwijl jij in actie, geloof ik, bent. Ja, kijk. Ja, dat is niet zijn vrij recent. Oké, okay. Ja. Tegen Offshot. Erg leuk. Ja. En de partij gewonnen? Ja, ja. Thuis winnen we meestal wel. Ja. Zonder scheidsrechters. Ja, hier hadden we de scheidsrechters niet nodig. Nee. Ik heb het net al even ook aan Herman gevraagd. Hè? Ja. Wat voor coach ben je? Jij coacht de dames 1 in Oosterwijk. Wat voor coach ben jij? Nou, ik ben eigenlijk ook wel iemand die het vrij graag zelf bepaalt. Ik ben ook manager en zeg maar alleen geef ik training en ik doe alleen de coaching en bij wijze van spreken teamuitje regel ik nog het liefst zelf. Qua tactiek ben ik wel iets anders dan dat hij is ingesteld. Hij zit meer in het collectief. Ik op zich ook wel. Ik heb ook zoiets van, je moet wel als een soort van wolfpack blijven spelen. Maar ja, sommige individuen die zeg maar nog beter kunnen, vind ik het ook belangrijk, maar dat is eigenlijk ook wel jouw insteek. Omdat die individueel wel aanvallend bijvoorbeeld het verschil kunnen maken. En zo heb je eigenlijk, meer. Ik ben zelf namelijk altijd meer een individuele speler geweest. Ja. Dus ik zie in sommige spelers ook meer kansen om bijvoorbeeld individueel net dat ene verschil te maken. En of het nou verdedigend is of aanvallend, dat maakt mij niet zo heel erg veel uit. Maar ik ben meer iemand die gewoon meer stuurt op het individuele kunnen. En ja, dan heb je eigenlijk aan een goed team wat elkaar goed kent, wat iets voor elkaar over heeft. Ja, dan moet je op een gegeven moment van profiteren. Ja. En ja, dat probeer ik nu eigenlijk met Hoko Dames 1 te doen. Ja. Is dat het gesprek aan de keukentafel waar jullie het nou eigenlijk absoluut over oneens zijn? Het kleine verschil wat jullie hebben in het coachen? Nee, want in principe heb ik altijd, ik heb al vaker natuurlijk in de tijd met Hoko, dat ik naar Hoko ging, hebben we eigenlijk ook min of meer een soort van tactiek afgestemd, waar wel individueel wat kon. Mm-hmm. Wij zijn bijvoorbeeld met een paar jongens van MEP, met Tijn Maas en Enzo Pronk, zijn we toen naar Hoko gegaan. En daarin heb je eigenlijk ook wel een soort van plan gemaakt om toch met een paar pionnen en toch iets meer eruit te halen. Ja, hij hockeyt echt 4-3-3. Ja. En ik heb altijd met een viermans middenveld gehockeyd, omdat ik, ik ben niet zo'n, ik kan een beetje hockeyen, okay. Dan is het gezegd. Dat is echt, ik was volgens mij verdienstelijk rechtsachter, maar had er meer mee te maken dat ik heel hard kon lopen en dat ik een redelijke voorzet had. Daar beperkt wel eens een beetje. En hij kan een 4-3-3, kan hij technisch, kan ik dit uitlezen waar het verschil ligt. Ik heb dat niet. Dus ik heb altijd gehockeyd met een viermans middenveld, een ander systeem, hockeyend. En dat was voor mij makkelijke coachbaar, want dan kon ik kon het verschil lezen. Ik kon zien waarom de tegenstander van ons het niet helemaal snapte. En dat maakte in de coachingsvlak maakte dat wel voor mij toch wel eenvoudiger. Ja. En ik zweer bij vier middenvelders en hij zweert bij een ander middenveld. Nou goed, dat kan. Ja, ja. Nou, leuk om te horen dat jullie daar zo fanatiek in zijn. En daar zo krachtig naar elkaar over kunnen praten. Ja, maar misschien dat zijn zeg maar individuele beperkingen zeg maar meer oog voor het tactiek heeft gebracht. En misschien dat mijn tactiek wat minder sterk is omdat ik individueel wat sterker ben. Ja. Nou, dat zou kunnen. Dat is goed. Ja, dat is nooit gezegd. Nou, bij deze. Goed. Nog een vraag, heel kort. Ik neem aan dat jij vroeger, toen hij een klein manneke was, ging kijken als hij ging spelen. Doe je het nog steeds? Ga je nog steeds kijken als hij een wedstrijd moet spelen? Ik was volgens mij zijn eerste coach. En volgens mij wel, Thomas. Ja, ja. Dat geloof ik wel, hè. En ik ga nog wel eens kijken, maar dan ga ik meer kijken naar de dames die hij coacht. Ja. Want de heren, dat hockey bemoeit me op dat moment wat minder. Okay. Ja, ja. We hebben nog een foto van jouw dames die je momenteel coacht. Ze wachten op je in Oosterwijk. Ja, ik moet er nu naartoe. Je moet er nu naartoe. Ja. Dus we gaan het voor nu ook afronden. Ja, goeie foto dit. Jammer dat ik er zelf niet op sta.
Nou, dan is er wel, dat is wel iets om een keer te kijken of je dat voor elkaar gaat krijgen. Staat er meestal wel op, hoor. Maar is dat toch wel? Ja. Alleen niet toevallig niet. Nou, heren, mag ik jullie heel erg bedanken voor deze passie die duidelijk bij jullie ervan afspringt. En veel succes nog in de toekomst. Dankjewel. Helemaal goed. Goed, we kennen hem allemaal, onze Frans Kapteins. Vorige week had hij zijn eerste vlog hier. Wij gaan vandaag kijken naar zijn tweede. En aansluitend gaan we ook luisteren naar het nummer van Dennis. Veel plezier. Ja, overal is de herfst al heel goed zichtbaar. Ik sta hier in de bossen van Campina en ja, het is prachtig. Als je kijkt naar de larixen, die kleuren al zo mooi, en de beuken. Het is gewoon geweldig. Ook de eiken, die zijn mooi aan het kleuren. Alleen die zijn wat minder fel van kleur. Maar vooral die larixen, dat zijn hele mooie planten. Ik laat eens even wat zien vandaag. Ja, en dan is het ook nog heel stil in het bos. Dat is ook nog eens een keer zo lekker. Hè? De stilte die is erbij. Nou, op de grond kun je paddenstoelen vinden. Daar gaan we volgende keer iets over vertellen. Maar ik vind het zo ontzettend leuk dat die larixen zo prachtig kleuren. En dat kun je overal zien in de bossen. Ook op Campina, Bokstel. En voor Bokstel natuurlijk dacht ik, ga eens een keer de Campina op. Dat is weer een tijdje terug. Mooie wandelroutes zijn er ook te vinden. Als je dus gaat wandelen op Campina, van alle parkeerplaatsen af kun je zeg maar de wandelroutes volgen. En ga lekker genieten van een prachtige herfst. Zij brengt de nacht naar mijn straat, geloof dat ze meegaat, als ik lang op haar inpraat. Blijft ze mooi en bedeesd, nee, ze is niet gemeen, maar zo houdt ze afstand, ik raak er verward van. En ik hoop dat ze mij gelooft, dat ik bij haar wil zijn, ze verlaat me niet vandaag. Ze gooit vlammen naar de maan, voel de vonken overslaan, en ik heb je lief, maar ik heb je niet verdiend. Oh. Ik hoop dat ze mij gelooft, dat ik bij haar wil zijn, dus verlaat me niet vandaag, verlaat me niet. Supermooi. We gaan straks nog veel meer horen van Dennis. Dus daar verheug ik me nu al op. Als je dit soort muziek krijgt, ik word daar blij van. Bij mij op de bank inmiddels is aangeschoven Tyler met zijn moeder Nicole. Welkom. Want Tyler, jij bent voor de derde keer Nederlands kampioen geworden. Ja, dat klopt. Bij de DMX. Van harte gefeliciteerd. Supergoed gedaan. Voor degene die niet weet wat DMX is, wat is dat? Je hebt verschillende regio's, zeg maar. Mm-hmm. Je hebt KNNV, dat is door heel Nederland. En DMX is dan, zeg maar, dat je van Noord, Zuid en West. En dat is dan iets dichterbij ook. Oké, en dan allemaal op de motocross?
Ja, dat wel. Wow, dan, volgens mij moet je als moeder af en toe echt zoiets hebben van, oh mijn god. Ja, dat went nooit. Nee, dat geloof ik akut, dat geloof ik akut. Ja. We gaan heel even eerst kijken, want je bent, zoals ik al zei, voor de derde keer Nederlands kampioen geworden. We hebben een klein stukje bij jou van een stukje film. Kun jij vertellen wat we dadelijk gaan zien? Als er ingestart wordt. Wat gebeurt er hier? Ja, toen kwam ik over de finish en toen was ik kampioen. Oké, okay, en wie en stonden er allemaal? Stonden er heel veel vrienden en al van de cross ook bij ons. Bij mij met confetti en al te spuiten. Ja, het was een goed feestje zo te zien, al gelijk daar. Helemaal leuk. Mooi om te zien. Ja. Nou ben je voor de derde keer een Nederlands kampioen geworden, maar je bent natuurlijk ooit begonnen met deze sport. Daar hebben we ook een foto van, want toen was je al heel erg jong. Of was je nog heel erg jong, moet ik eigenlijk zeggen. Hoe oud was jij toen je hiermee begon? Volgens mij ongeveer 3 jaar, toen reed ik op een kwartje. Oké. En hoe kom je er dan bij, want je reed op een kwartje, hadden jullie thuis of... Ja, het was zeg maar een kwartje van de buren. Ja. En dan gingen we altijd op een weiland rijden. En toen, een keer met Sinterklaas, toen kreeg ik een motortje. En toen, zo is het eigenlijk begonnen. En toen heb je tegen jullie mama uiteindelijk gezegd, zo van, nou mam, ik wil hier wel mee door. Ja. Of hoe is dat gegaan? Ja, toen zijn we een paar keer zo gaan rijden. En toen uiteindelijk kwamen we op wedstrijdjes rijden en zo is het steeds hoger gegaan. En wat vond je moeder ervan? Wat zei ze toen je zei dat je daar mee aan de gang wilde? Ja, ze vond het volgens mij wel leuk. Ja, ik heb vroeger blijkbaar ooit gezegd toen we begonnen met het kwartje wedstrijden nooit. Oké. Okay. Maar dat is toch iets anders gelopen. Toch iets anders gelopen, ja. Ja. Want hij bleek er toch een talent voor te hebben. Wat ja. Hij, ja, het is een alles en ja, dit is leuk en ja, het is natuurlijk super. Ja, ja. Helemaal leuk. Goed zo. Heb jij nu momenteel je eigen motor? Ja, nou staat dat momenteel nog niet, maar volgende week ongeveer. Dan heb je je eigen motor? Ja, dan heb ik de nieuwe. Wauw. En heb je daar helemaal zelf voor gespaard? Nee. Nee? Hoe ben je er aangekomen? Sponsors die wou helpen en papa en mama natuurlijk. Ja, heb je goed geregeld. Goed gedaan. Het lijkt me een gevaarlijke sport. Heb ik dat goed? Aan de ene kant wel, maar aan de andere kant ook weer niet. En dan aan de ene kant wel? Waarom is het wel en waarom is het niet? Ja, want je kan ook natuurlijk als je bijvoorbeeld met springen of dan kan je bijvoorbeeld of overknippen, dan kan je stuur wegslaan of zo. En dan ga je over de kop of zo. Maar als je gewoon goed onder controle hebt, dan gebeurt het niet zo snel. En ik neem aan dat je daarvoor moet trainen? Ja, we trainen minimaal 1 of 2 keer in de week meestal. En wie, met wie train je dan? Of wie is je meestal met mijn vader samen. Dat doen jullie samen, gaan jullie trainen. En is hij dan ook degene die jou leert hoe de sprongen moeten? Oh, dat weet ik nou onderhand allemaal wel. Maar wie heeft je dat geleerd dan? Dat heb ik volgens mij zelf gewoon gedaan. Echt waar? Je bent gewoon gaan rijden en je bent uiteindelijk gewoon gaan springen. Wauw. Nou, knap hoor. En hoe vaak per week ben je aan het trainen? Of hoe vaak per week ben je überhaupt aan het rijden? Meestal soms op woensdag en meestal in het weekend dan. Op woensdag en in het weekend. En dan de wedstrijden zijn in het weekend? Ja, meestal zondags. En dan hebben we een DMX-wedstrijd. En vaak. Dan heb je een DMX-wedstrijd. En is dat dan elke week of is dat elke maand? Vanaf maart begint het dan weer. Uh-huh. En dan tot... Eerst tot de zomervakantie, dan is zomerstop. Dan ongeveer rond augustus begint het weer. Oké. Okay. En hoe moet ik dat dan voor me zien? Kun je mij een beetje uitleggen hoe het werkt, hoe zo'n dag eruit ziet als je een wedstrijd hebt? Als je nou zo'n staat 's morgens op? Ja, en dan eet ik nog niet, dan doe ik pas na de training. En dan rijden we daar naartoe. Dan ga ik me omkleden en dan hebben we eerst training. En daarna ga ik pas eten. En dan moeten we wachten tot de eerste manche. En dan moeten we eerst de manche zo'n 12 minuten plus ronde. En dan moeten we weer heel iets langer wachten en dan hebben we de tweede manche. En als je dan in de prijzen valt, dan moet je tot 1 uur of 6, 7 wachten. Oké. Okay. En dan, je hebt het net over 12 plus minuten.
Ja. Wat is dat dan precies? Dan moeten we 12 minuten rijden en dan nog één ronde. Oh, oké. En dan, dat doe je dan 2 keer? Of misschien 3 keer? Ja. Oké. En nou ben je voor de 3e keer kampioen geworden. Had je al een idee dat je kampioen zou gaan worden? Had je al het idee dat het erin zat? Ja, kampioen niet, maar wel voorin bij de top 3 zoiets. Had je wel verwacht dat moest er wel uit te slepen zijn. Nou ja, uiteindelijk nog veel beter gedaan. Gewoon kampioen geworden weer. Superleuk. Een hele andere vraag. Wat heb jij met het nummer 25? Ja, er waren volgens mij mijn opa's al bij opgestorven. En ik ben erop jarig. Oké. Kijk. En toevallig was er ook nog de laatste wedstrijd erop. Mm-hmm. Die viel ook op de 25e. Dus het is eigenlijk wel een nummer wat vaak oppopt zo. Ja, dat wel. Ja, helemaal goed. Even kijken. Nou is het, we hebben het net al een beetje gehad over de dat het een gevaarlijke sport kan zijn. Heb je wel eens ooit een hele flinke smak gemaakt? 1 keer in Rosmalen, toen was ik bewusteloos geraakt. Wow. En toen mocht ik van de EHBO niet verder rijden. Uh-huh. En ik wou wel verder rijden, dus toen moest ik wachten tot dat laatste rondje en dan moest ik hem rustig uitrijden. Oké, dus dan is het, je wilde gewoon terug op de motor en gewoon weer verder rijden. We hebben nog een foto van je, want ondanks dat je natuurlijk op de motor zit, heb je een heleboel bescherming overal. Heb je nou, want even voor mij hè, je hebt die helm op, maar heb je nog extra bescherming bij je nek of ja, zo? Ja, hier bij je nek heb je bescherming, je hebt je body protector, uh-huh. Je hebt handschoenen, je hebt kniekap en laarzen en helm, bril. En dan aan alle kanten goed ingepakt. En je hebt toen die valpartij gehad, die hele flinke, is het vaker voorgekomen dat je gevallen bent al? Ja, wel vaker. Oké. Kun je er nog iets van vertellen? Een keer lag er een knip in de bocht. Zeg maar een gat of een bultje, een klein bultje door de remmen. Uh-huh. En toen klapte ik op die ene knip, op de andere knip. Toen sloeg je helemaal weg. Toen was ik ook op mijn hoofd gevallen. Wow. En toen reed ik wel gewoon verder. Zo. Nou, dan ben je wel een stoere gast. Als je gewoon opstapt en weer verder rijdt. Knap hoor. Heb je niet als moeder af en toe zoiets van, oh jezus, hoe jeetje. Ja. Ja, en dan met name met de start. Want dan duiken ze natuurlijk met 16, 17 man de eerste bocht in. Ja. En dat was in deze competitie in Nederweert, ging daar ook een keer niet helemaal goed. Okay. Dus ja, dan zie je iedereen komen, behalve hem. Ja, en dan sta je echt, je kunt er niet naartoe. Nee. Dus het is natuurlijk helemaal aan de andere kant. Ja. En toen bleek hij dus echt onder de motor te liggen, dat zelfs zijn helm wat weggesmolten was. En gelukkig heeft hij hem daarna ook nog uit kunnen rijden. Ja. Ja, en dan is uiteindelijk toch wat telt dat hij weer heel mee naar huis gaat. Ja, en, ja. Ja. Ja, kan ik me iets meer voorstellen. Ja. Ja. Jeetje, wauw. Nou, stoer hoor. Wie is nou jouw grote voorbeeld in deze sport? Zeg maar Jeffrey Herlings en James Stewart en Ryan Dungey een beetje. En wat is het dan wat hen jouw grote voorbeeld maakt? Welke eigenschap hebben zij? Ja, de rijstijl van hem is wel heel mooi en gewoon hoe ze rijden. En herken je jezelf daarin dat je een bepaalde rijstijl hebt of die een beetje hetzelfde is zoals zij rijden? Dat weet ik zelf zo niet. Oké. Even terugkomend nog eventjes op de wedstrijd. Hè? Wat voor gevoel krijg je nou als je daar... Zeg, met de training is het nog gewoon dat je nog niet zenuwachtig bent. Maar bij de eerste match dan ben je een beetje zenuwachtig. Mm-hmm. En toen was ik zeg maar ook nog gevallen. En toen moest ik van 9e terugrijden. En ik moest 2 keer 6 worden. En toen was ik nog net 6e geworden. En de tweede match was ik ook wel een beetje zenuwachtig. En toen was ik ook nog gevallen. En toen moest ik ook van 9 naar 6 terugrijden. En toen was ik zeg maar 2 keer achter elkaar in dezelfde bocht, had ik er een paar ingehaald. En toen was ik uiteindelijk nog 5e geworden. Oké, wauw. Zo, het is een ingewikkelde bedoeling, zeg maar, als je het zo vertelt. Maar dan denk ik van, uiteindelijk komt het er gewoon op neer. Het is gewoon goed nadenken, blijven nadenken en gewoon gas geven. Ja. Eventjes voor zij die er niet zo heel veel verstand van heeft. Als je nou later groot bent, hè, kun je hier dan je geld mee verdienen?
Als je hier nou rijk en beroemd moet je wel heel goed zijn. Dan pas kun je geld ermee verdienen en al. Nog veel meer trainen? Ja, en ook veel beter horen. Nog veel beter worden. Nou, dat gaat volgens mij vast helemaal goed lukken. We gaan je volgen, wat je nog allemaal gaat doen in de toekomst. En voor nu heel erg dankjewel voor het komen en voor het vertellen van waar je mee bezig bent geweest. Ja. Nogmaals heel erg gefeliciteerd met je kampioenschap. En nou, misschien tot de volgende keer. Goed zo. We gaan weer luisteren naar Dennis met het nummer Meer. Meer ik jou leer kennen, hoe harder dat ik val. Sluit je ogen voor de regen, maar hou ze open als je kan. Om mijn hart te horen kloppen, moet het stil zijn in de hal. Hoe meer ik jou leer kennen, hoe harder dat ik val. Hoe meer ik jou leer kennen, hoe meer dat ik wil zien. Op een ideale morgen zul je blij zijn bovendien. Naast elkaar ontwaken is meer dan ik verdien. Hoe meer ik jou leer kennen, hoe meer dat ik wil zien. Zij geeft wat ik eerder nooit had. Jou leer kennen, hoe meer dat ik je mis. Maar ik hoop dat deze liefde uit mijn geheugen wordt gewist. Om het kruis te moeten dragen, van me zwaarder dan het is. Hoe meer ik haar leer kennen, hoe meer dat ik haar mis. Supermooi, ik word blij van muziek. Dankjewel, dankjewel. Goed, van 14 december tot en met 8 januari verrijst nabij de Zwaanse brug in Bokstel een heuse overdekte, zeg ik het goed, ja, ijsbaan. Bokstel on Ice. En er worden een aantal activiteiten georganiseerd. Bij mij op de bank Gemmy Schellekens en Jos Hermans van de organisatie. Welkom, leuk dat jullie er zijn. Gemmy, zou jij mij kunnen uitleggen of kunnen vertellen wat Dinner on Ice is? Want dat is een van de activiteiten die jullie gaan organiseren. Ja, dat is inderdaad. Nou, Dinner on Ice is ontstaan omdat wij met een groepje van 3 al jaren dinnershows doen. Zo'n beetje met de feestdagen voor goede doelen. En nou kwam er een ijsbaan voor het eerst in Boksel, dus dat leek ons wel een goed idee om het daar te doen. En hoe ben je daar dan bij terechtgekomen om dit te gaan organiseren? Nou, we dachten, we zoeken altijd een ludieke locatie. Dus Jos gebeld en Arjen Witteveen, we zijn met z'n drietjes, zo gezeten van het lijkt ons wel leuk om het op de ijsbaan schaatsen te doen, maar dat gaan we natuurlijk niet doen. Nee. Maar de ijsbaan wordt dan omgetoverd in een locatie waar je zo'n dinnershow kunt geven. En hoe lang ben je bezig met de organisatie van zoiets? 3 maanden ben je wel even bezig, maar het is heel apart om het daar te doen, dus dat geeft wel wat meer organisatie. Ja. Moet wel allemaal goed gebeuren natuurlijk. Ja. 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 En naast het diner wat er is er entertainment. Kun je daar iets meer over vertellen? Nou, wat zover als we nu zijn, is het diner is natuurlijk het belangrijkste. Dat wordt ook heel exclusief, maar dat zal Jos zo wel vertellen. Mm-hmm. Het entertainment regel ik. En wij zorgen gewoon dat er een geweldige band is die de mensen vermaakt. De Soigné Bridge Jazz Band. Van Theo Schoenmaaks, wou ik even melden, want daar zijn we heel blij mee. Uh-huh. En dan heb je meteen al een beetje sfeer. En tussendoor hebben we Boksels Talent, sowieso op zanggebied. Inch doet mee, we hebben al een zanger, misschien de gitarist van hier wel. Heel goed. En zo strikken we dan allerlei mensen en de dansers van mij die...
Ja, en zo gaan we dan wat geld ophalen voor het goede doel. Ja. Jos, jij bent al vaker in dit programma geweest. Ja. Normaal sta je ergens anders. Deze keer zit je op de bank. Top. Ik hoop dat je een beetje comfortabel zit. Oh ja, hoor. Ja. Heel goed. Je werd door Gemmy benaderd om of jij ook in deze Dinner on Ice wilde deelnemen. Hoe is dat gegaan? Hoe loopt zoiets dan? Nou ja, wat Gemmy net al zei, we hebben een aantal keren samen gedaan. Mm-hmm. We hebben de allereerste keer vergeten, krijg ik ook nooit meer. Denk Gemmy ook niet. We hebben 4 of 5 weken van tevoren benaderd. Ja, er staat een tent op de markt tijdens de kerstperiode. En die staat op zaterdag vrij. En wat kunnen we daarmee? Mm-hmm. Ja, we hebben eigenlijk in 4 of 5 weken tijd het helemaal in elkaar gezet. Wow. Ja. En heel de tent aangekleed en alles erop en eraan. En de show en alles. En toen werden we 's morgens wakker en dat is een van de laatste keer, want er lag best een heel behoorlijk pak sneeuw. Mm-hmm. Ja, dat geeft dan natuurlijk wel leuk als een kerstdiner zo is. Heeft wel wat problemen gegeven met verwarming en transport en dergelijke. Mm-hmm. Maar zo is het eigenlijk begonnen en zo proberen we ieder jaar iets te doen. En we proberen ieder jaar een leuke locatie te vinden. Ja. En dit keer dinner on ice. Wat voor speciaals ga je bereiden? Ja, het wordt dit jaar hebben we gekozen voor een exclusief diner. Mm-hmm. Dus bij het aperitief ga ik iets lekkers maken met de oesters op verschillende manieren. Mm-hmm. Voor degene die niet lust, zal er uiteraard een alternatief zijn. Mm-hmm. Lust natuurlijk niet iedereen. Ja. Voorgerecht ik ga het niet helemaal verklappen natuurlijk. Nee, dat moet een beetje. Het zal iets met kreeft zijn. En vervolgens komt er een lekker soepje met paling. Wordt er wild gebruikt in vorm van fazant. Ja. En we maken nog een spectaculair dessert uiteraard. Mm-hmm. En daar serveren we lekker wijn erbij. Wat de mensen allemaal willen. Ja. Ja. Het is een exclusief diner, zoals je al zegt. Ik neem aan dat het niet iets is wat je nou dagelijks maakt. Ga ik even vanuit. Is dat niet riskant om te doen tijdens zo'n groot evenement? Ja, ik denk dat de meeste kijkers mij wel kennen van mijn restaurant wat ik gehad heb in Boksel. Mm-hmm. Nou ja, het was ook een exclusief restaurant. Ik ben wel gewend om op dat niveau te koken, laat ik zo zeggen. Ja. Dus dat is op zich wel toevertrouwd. Mm-hmm. Ja, het enige is het op locatie natuurlijk. Maar goed, inmiddels ben ik ook in de cateringwereld thuis. Dus daar komt dat best wel in orde. Ja, zeker. Ja. Ja. En met hoeveel mensen sta je in de keuken die avond? Nou, ik probeer het met nog 1 of 2 koks te doen. Mm-hmm. En probeer wat mensen erbij te vinden. Zij hebben zich al een paar mensen aangemeld. Zo ook in de bediening, zo gaat het ook. Omdat het is voor een goed doel, hè, voor de voedselbanken. Ja. Ook hoe minder betaald personeel er staat, hoe meer dat er overblijft voor de voedselbanken natuurlijk. Ja, dat zou heel fijn zijn als we daarmee kunnen redden. Maar ja, het moet natuurlijk wel altijd met 1 of 2 koks wel zijn. Ja. Want we kunnen tot 125 mensen aan. Ja. Ja, om de sturing te geven, kun je dat niet alleen met vrijwilligers doen. Dat is heel moeilijk. Nee. Maar ja, die andere koks die kijken ook wel zo ver hoor. Komt wel goed. Ja. En je geeft al aan, zo van er kunnen 125 mensen aan. Dat is wat je verwacht, dat aantal mensen ook wel gaat komen? Ja, dat is een beetje het dromen. Hè? En dan uiteindelijk lukt het ons altijd wel. Ja. Maar het is vaak op het wat latere moment. Ja. En daarom is het fijn dat we het nu kunnen vertellen, dat we de mensen enthousiasmeren voor een bijzondere avond. Het is ook heel leuk voor bedrijven en zo. En allemaal mensen uit Boksel die het samen gaan doen, is ook heel belangrijk. Ja. Die hebben er allemaal zin in, want ze vragen aan mij wanneer is er weer iets te doen. En, dus de ijsbaan is daar heel bijzonder voor. Mm-hmm. Dus we dachten, dat is voor de mensen dan ook weer anders dan dat je ergens binnen zit. Ja. Dus zo, ik heb wel vertrouwen in, ook met Jos, dat lukt. Omdat we elkaar hij heeft weer het vertrouwen dat de entertainment goed gaat. Dus, maar het wordt een hele bijzondere Bokselse avond. Dat is wel de bedoeling van deze show. De andere jaren hebben we ook wel altijd tussen de 175 en de 200 personen gezeten. Ja. Deze locatie, daar is echt maximum 125 personen. Okay. Dus het geeft ook wel wat exclusief natuurlijk, hè, want dan alleen die mensen kunnen aanwezig zijn. Ja. Dus we hebben wel vertrouwen dat dat volkomt. Ik helpt jullie van harte hopen, zeker voor het goede doel. En nou is het op een speciale locatie, op de ijsbaan. Dan kan ik me ook voorstellen dat het verschrikkelijk koud gaat zijn. Is dat zo of gaat het meevallen? Nee, de ijsbaan is sowieso al overdekt. Ja. Dus dat scheelt sowieso al. Ja. Er zit ook verwarming in de tent. Mm-hmm.
dan zou je denken van, nou, de verwarming, dan gaat de ijs smelten. Mm-hmm. Natuurlijk is de verwarming niet dusdanig als we op dit moment hier in de studio de temperatuur voelen. Nee, het is hier redelijk kook inderdaad, ja. Nee. Maar ja, iets te warm, op het ijs waar de tafels geplaatst worden, mm-hmm. daar komen ook tapijttegels. Okay. Dus dat kan ook op het ijs. En zodat ook niet de kou van onder eigenlijk bij de mensen onder de voeten naar binnen trekt, laat ik mm-hmm. zo zeggen. Mm-hmm. Maar het advies is wel om in ieder geval wel een jas bij te hebben. We hebben ook wel pleats en dergelijke. Het zult niet bevriezen, zeker niet. Nee. Maar kijk, als je nu vandaag overdag op het terras zit, hè, wat is het, 14, 15 graden. Ja, dat kan ook goed. Zo'n temperatuur kunnen we heus wel nabootsen. Ja, dus ja. Het is niet zo dat we met onze winter snowboots hoeven binnen te komen. En, mag natuurlijk wel, want het past wel bij die sfeer natuurlijk. Ja, we hebben er wel even aan gedacht. Zullen we er zo'n snowgebeuren van maken? Ja, dresscode. Is ook leuk, maar dan ziet je wel dat het niet zo exclusief is. Hè? Nee, precies. Dat is moeilijk. Als je daaraan denkt, denk je van, ik trek mijn cocktailjurkje aan en mijn naaldhakken. Ja. Maar je zegt al van, er zijn wel plates of iets dergelijks. Ja. En je adviseert mensen toch ook wel om jas mee te nemen, zeg maar. Ja, dus, en ze moeten allemaal wel gaan dansen. Hè? We hebben wel een big band daar staan. Ja. Hè? Dus dat blijven de mensen wel warm, toch? Ja. En als ze een drankje op hebben, dan komt dat ook goed. Ja, ook dat. Ja, ook dat. Inderdaad. Je noemde de voedselbank al. Dat is als doel deze avond. Voor deze avond, klopt. Nou, kennen we jou als eigenaresse van Tiga. Ja. En wat heel veel mensen niet weten, is dat jij je met enige regelmaat inzet voor het goede doel. Kun jij wat meer voorbeelden noemen van wat je hebt gedaan of waar je wellicht ook alweer mee bezig bent? Ja, ik doe heel veel voor Kika. Met mm-hmm. veel kindertjes op Tiga die dansen. We mm-hmm. hebben vorig jaar een heel Kika-jaar gehad. Nee, dat is 2014. Dus alle activiteiten die Tiga dan organiseert waren voor Kika. Mm-hmm. En zo zoeken we ieder jaar met de docenten of met de mensen die bij mij werken iets. En de dinnershow, ik denk zelf met Jos iets, niet allemaal met Jos, maar met Arjen dat ik het toch wel 8 al georganiseerd heb in Boxtel. Mm. En ontzettend veel geld opgehaald ook. Ja. En nu doen we het ook echt voor Boxtel. Ook het goede doel is voor Boxtel. Ik heb ook op de ijsbaan nog een fashion show. En die is voor de wensambulance. Okay. Dus die hebben we dan een paar dagen ervoor. Ja, het idee is ook van als je goede doelen doet, dan vind je het fijn om dat in de decembermaand te doen. Mm-hmm. Dus dat doen we dan. Ik heb ook dansvoorstellingen vaak in een bos, omdat we in Boxtel is iets te klein voor zoveel leerlingen. Maar dan doe ik ook altijd een goed doel eraan koppelen, 1 euro van het kaartje. Of, hè? Ja. En vaak weer voor doelen met kinderen die iets met kinderen te maken hebben. Ja. Maar het is fijn dat je als sportcentrum zoveel mensen kent, mm-hmm. waardoor 1 euro al heel gauw heel veel geld wordt. Ja. Snap je? Dus het is ook makkelijker te organiseren voor mij, zeg maar. Ja, begrijp ik. Ja. Je zegt al, hè, je organiseert ook wel shows en dergelijke. Ja. Kun je daar iets meer over vertellen hoe dat in zijn werk gaat of hoe we dat mogen zien? Ja, zelfs als deze dinnershow. Je begint met niks en je gaat nadenken waar is nu behoefte aan of wat vinden mensen leuk. En kijk, met lekker eten erbij, en dat is gewoon bijzonder met Jos. Dan daag je mensen al uit van, oh, zullen we dat gaan doen? Of mm-hmm. personeelsgroepjes of... Nou, en dan van daaruit ga je organiseren en mensen bereiken en dan ga je er iets leuks van maken. En probeer ook ieder jaar weer andere dingen erbij te halen. Daar begint het mee, maar ik heb wel altijd mensen om me heen nodig. Ja. Hè, die daarin meehelpen, zeker. Ja. Ja. Nou, is daar het groot evenement is dan dadelijk de schaatsbaan en de Dinner on Ice. Zijn er al nieuwe plannen voor het nieuwe jaar, waar je al een tipje van de sluier kunt geven van evenementen die op stapel staan, die georganiseerd gaan worden? We gaan 8 januari heb ik dan een show in een bos. Uh-huh. Wat ik liever natuurlijk in Boxtel doe, maar wie weet met de nieuwe kerk. Ja. Maar die stond al gepland. En dan hebben we in het voorjaar allerlei activiteiten in ons eigen centrum en daarbuiten. En dan organiseer ik voor de ondernemers ook vaak wat leuke
modeshowtjes en dat soort dingen. Dus ze zijn dus weer zat te organiseren in het nieuwe jaar. Precies. Genoeg leuke initiatieven, genoeg mooie samenwerkingen die er tot stand komen. Zeker. En een mooi evenement waar iedereen naartoe kan. Ja, precies. Mag ik jullie heel hartelijk bedanken voor jullie uitleg. En we wensen jullie een hele mooie show, een hele mooie dinner. En gaat goed komen. Al het mooie, en een mooie opbrengst voor de voedselbank natuurlijk. Dat is zeker weten, ja. Dankjewel. We gaan naar het volgende onderwerp. We gaan naar de vloggers. Ik ben heel benieuwd. Hey kijkers van Leila Channel. Super tof dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Leila. Vandaag niet alleen. Ik ben hier samen met... Hoi, een Neeltje. En vandaag gaan we voor de 400 subs voedsel inzamelen voor de voedselbank. Dus let's go. Raak me even weg voor een subs. Bijgekomen. Oké, mensen, we hebben nu echt superveel. Kijk, we hebben hier een heel swag prinsessendekbed en van alles. Leuk om te zien. De voorzitter van de voedselbank werd afgelopen week enorm verrast door de 12-jarige Leila Zimmerman, die op pad is geweest namelijk voor de voedselbank om producten in te zamelen. Nou, zoals jullie het al zagen, het resultaat was een hele volle kar. Ik heb hier bij mij op de bank natuurlijk Leila Zimmerman met haar vriendin Joy Bogaert. Ja. Zeg goed hè, Bogaert? Ja, helemaal goed. Dames, welkom. Leuk dat jullie er zijn in deze hele warme studio. Leila, kun jij vertellen hoe je op het idee bent gekomen om dit te organiseren zo? Nou, ik had de 400 abonnees gehaald op YouTube, dus ik dacht ik ga iets leuks doen. En ik had eigenlijk geen ideeën, dus ik vroeg het aan mijn vader en die kwam op dit idee. En het leek me eigenlijk wel heel leuk, dus dat hebben we gewoon uitgevoerd. Ja, nou, en een mooi resultaat uiteindelijk. Heb je de volle kar zelf ook naar de voedselbank gebracht? Nee, we hebben het naar de voorzitter gebracht. Naar hem thuis? Ja. Oké, erg leuk. En hoe moet ik dat dan zien? Hè? Je bedenkt dan, nou, we gaan dat op die manier doen. En dan, hoe zie ik dat voor me? Want ik zag wel dat je de winkelwagen al mooi had ingepakt. Kun je daar iets vertellen hoe zoiets dan gaat? Ja, eerst ging ik even bedenken met wie ik ging. Dan hoe ga je aan die winkelwagen komen? Wat neem je mee? Welke camera neem je mee? En daar zijn we dan allemaal op uitgekomen en dan hebben we gewoon aangepakt en gegaan. En dan bel je aan en dan? Ja, dan ga je vragen eerst of ze op beeld willen komen en... Dan gaan we vragen of ze iets willen geven voor de voedselbank. En dan geven ze het. En dan ga je
rondlopen. En hoe vinden de mensen het dan dat je dan met een camera komt en dat ze daadwerkelijk op beeld komen? Wat is de meeste reacties van de mensen? Eerst gingen we het meestal vragen en dus sommige mensen vonden het gewoon niet erg. En sommige mensen die wouden het ook echt niet. Die wouden het ook echt niet. Nee. Die waren er heel duidelijk in. Oké. Okay. En dan, je legt dan uit wat jouw actie is. Wat was dan de eerste reactie van mensen? Nou, de meeste mensen vonden het wel heel leuk en die pakten meteen iets. En ja. Ja. En je zegt al van, er zijn mensen geweest die liever niet op beeld wilden. Heb je nou ook wel mensen gehad dat je aanbelde en dat ze echt vreselijk chagrijnig waren? Ja, sommige mensen die zeiden nee, ik heb geen geld of nee, ik wil dat niet. Die geloofden het allemaal niet zo. Die geloofden het niet zo? Nee, denk ik niet. Oké. Okay. En want jullie stonden daar met z'n drieën? Ja, uiteindelijk met z'n vieren wel. Uiteindelijk met z'n vieren. Oké. Okay. En je hebt een hele mooie volle kar met allemaal mooie producten die naar de mensen toe kunnen. Wat was nou het allerduurste wat je gehad, wat erin gelegen heeft? Of wat was misschien het meest bijzondere wat je gekregen hebt? Ja, we hadden een prinsessendekbed gekregen. Oké, geweldig. Ja. En wat is het meest rare, want dat is heel mooi. Wat was het meest rare waarvan je denkt van, nou, dat vind ik eigenlijk heel vreemd. Maar het is mooi dat mensen dat geven, maar... Nee, dat was eigenlijk niet echt raar. Het waren gewoon allemaal producten die lang houdbaar waren. En die gaven ze ons dan. Oké. En je noemt al producten die houdbaar waren. Hoe wist je dat het houdbare producten moesten zijn? De voorzitter die heeft naar mijn vader een mail gestuurd met een poster die wij moesten uitprinten en op ons winkelwagentje plakken om te kijken wat ze allemaal konden geven. Dus producten in blikken die lang houdbaar waren en niet bijvoorbeeld fruit wat maar één dag houdbaar is en dan verrot is, dus daar moesten we dan op letten. Daar moest je op letten, oké. Okay. En ik heb gehoord dat de voorzitter, Arjen, jullie heeft uitgenodigd om bij de voedselbank te komen kijken. Ja. Ga je dat doen? Ja, ik denk het wel gewoon. Ja? En had je al eerder gehoord van de voedselbank of weet je wat ze precies doen? Ja, we hadden het gehoord op school, hebben ook al over gehad. En zou je een klein beetje kunnen vertellen wat de voedselbank dan doet? De voedselbank is een goed doel waar mensen voedsel kunnen halen als je niet zo'n hele goede uitkering hebt. Ja, dus uiteindelijk een heel erg mooi doel waar je voor bezig bent geweest. Nou ben jij een moderne vlogger. Ja. En je hebt zelfs een eigen channel. Een Leila-channel. Ja. Kun jij mij precies uitleggen? Nou, mij misschien niet zo, want ik weet wel een beetje wat het vloggen is. Maar er zijn misschien een heleboel kijkers die zoiets hebben van, ze hebben het over dat vloggen. En ik heb echt werkelijk waar geen idee waar ze het over hebben. Zou je iets kunnen uitleggen wat het precies inhoudt? Ja, ik heb een YouTube-kanaal en dat is dan op het internet. Dan ga je video's op YouTube zetten. En vloggen is dan dat je een video maakt van wat je dan meemaakt. Bijvoorbeeld, ik heb nu gevlogd dat ik... voedsel heb ingezameld voor de voedselbank. En dat heb ik dan op beeld gezet en dan op YouTube gezet. Daar heb je gevlogd, heb je een vlog gemaakt. Oké. Heb je dan ook gevlogd dat je vanavond hier bent? Ik ga wel vloggen, maar ik weet niet of het helemaal gaat lukken. Maar waarschijnlijk wel. En hoeveel tijd besteed jij nou eigenlijk aan het maken van de vlogs? Nou, eerst een deel moet ik kijken of ik wel tijd heb. Want bijvoorbeeld in deze weken zit ik heel erg met de toetsweken die eraan zitten komen. Dus dan kan ik waarschijnlijk niet echt een video uploaden. Maar meestal ga ik een video maken en dan ben ik ook wel een uur bezig met het bewerken van de video. Oké, het is niet zo dat je iets opneemt en dat je dat gewoon gelijk erop kunt zetten. Nou, eerst deed ik dat wel, alleen dat is dan niet zo'n goede kwaliteit van de video's. Want anders zit je in één stuk door te praten en dat is eigenlijk niet zo heel leuk om naar te kijken. En dat kun je thuis allemaal zelf bewerken? Ja. Heb je alle apparatuur daarvoor? Ja, je hebt gewoon een laptopje nodig en dan kom je er al. Oké, dus iedereen kan eigenlijk gewoon zo beginnen met vloggen? Ja. Kijk, dat is nog eens leuk om te weten natuurlijk. Nou heb ik iets gehoord over jou en Enzo Knol en de beste dag van mijn leven. Kun je daar iets meer over vertellen? Ik ben heel erg groot fan van Enzo Knol. En ik ging toen naar de meeting van Enzo Knol in Eindhoven met een vriendin. En dat vond ik een hele leuke dag. Volgens mij hebben we daar ook een foto van. Kijk, samen met Enzo Knol. Ja.
Waarom is hij jouw grote voorbeeld? Wat doet hij of nou, wat kan hij waardoor hij gewoon... Hij heeft altijd super spontane video's en hij heeft echt bijna nooit iets negatiefs. En stel hij heeft iets negatiefs, doet hij het meteen weer positief maken. Hij heeft zijn eigen quotes en hij is vroeger ook gepest, maar dan gaat hij ook mensen helpen dan. Mm-hmm. En ja, hij is altijd vrolijk en dat blijf je dan... Daar word je ook heel vrolijk van. Dus dat, hij is jouw grote voorbeeld, maar zijn er ook wel trucjes zeg maar, die hij jou heeft nog geleerd bij de meet and greet? Nou, dat is niet zo heel lang, maar ik heb wel een boek van hem. En er staan ook tips voor het vloggen en voor YouTube, dat je altijd jezelf moet blijven. En, ja. Ja, leuk. Wat is er met jou en het bekende Zapjournaal? Wat is het verhaal daarvan? ik had... ja, dus was iets op Instagram dat iemand, een beginnende YouTuber, mee mocht doen om misschien in de uitzending te komen. Mm-hmm. En toen had ik een DM gestuurd als een privébericht. En toen was ik uitgekozen, maar ik moest heel snel reageren. Alleen toen was ik niet uitgekozen omdat ik niet te snel heb gereageerd omdat ik voetbaltraining had. Okay. Dus toen was ik het helaas niet geworden. Mm-hmm. En... als ik het wel was geworden, had ik nou 3000 abonnees gehad. Dus dat is wel balen. Dat is wel balen, maar als je er nu al 400 hebt, dan komt dat misschien ook nog wel goed gewoon door nog te blijven vloggen. Ik hoop het. Het zou zomaar kunnen. Joy, is Leila inmiddels beroemd? In ieder geval binnen Bokstol, denk je? Nou, heel veel kinderen die ik ken, die kennen ook wel haar video's en zo. En die weten ook wel wie ze is en wat ze doet. Ja, en dat is echt wel leuk. Ja. Doe jij zelf ook vloggen? Nee. Nee? Nee. Waarom niet? Waarom is het niet echt iets waar jij mee bezig bent? Ik weet eigenlijk niet. Wat zijn jouw hobby's? Wat vind je leuk om te doen? Ik ben wel van turn-off, maar ik vind het wel heel leuk om te doen. Ja. En ja, gewoon andere dingen. Andere dingetjes dan dit. Als je haar nou ziet hè, in haar vlogs, is ze dan een beetje zichzelf? Is dat dan de Leila die jij kent als jullie samen gewoon zijn meidendag hebben? Ja, dat wel. Ja? Ze is niet echt opeens heel anders of zo. Ze is wel gewoon altijd zichzelf. Lekker zichzelf. Leila, wat ga je nou daar doen als je nou daar... Want nou had je 400 abonnees. Ja. En nou heb je deze actie gedaan. Wat ga je nou daar doen als je er 500 hebt? Ik zou echt geen idee hebben. Oké. Okay. Nou, misschien dat we samen nog eens voor een leuke idee kunnen gaan zitten en eens gaan bedenken. Ja, dat zou best kunnen. En dan kunnen we wel, wie weet nog wel wat aandacht aan besteden. Natuurlijk zouden wij wel eens eventjes kunnen hebben, daar zo dadelijk na de uitzending. Of je niet voor Omroep Dommeland ook eens zou kunnen gaan vloggen. Ja, dat is ook wel leuk. Dat zou misschien ook nog wel een hele leuke zijn. Goed meiden, we gaan het langzaam afsluiten. Jullie hebben een geweldig mooi initiatief gehad met de voedselbank, Dinner on Ice, die we net al hebben gehad. En jullie een ontzettend mooie bijdrage kunnen leveren. Heel erg bedankt en heel erg bedankt voor het komen vandaag. En heel veel succes en we blijven je volgen. En we gaan straks nog even kletsen, kijken of je nog iets kunt doen. Blijf nog even lekker zitten. We gaan naar een laatste optreden van Dennis. Ga je gang. Welkom bij het tweede deel. Ik ben blij dat je kon komen. Verzegel je geloof. Kun je in je dromen. Strijd boven je gewicht. En sterker dan je. Ze veranderen tijd. Tijd dat je herschrijft. Ik vuur alleen lucht op jou. Maar heel bekwaam. De nek slag dit je niet. Hoor op mixaam. Thank you.
schreef ik je naam. Het is tijd om de koning te verslaan, zoals het staat in de geschriften. Zie maar wie de ochtend haalt, geef toe aan al je driften. Vergeef me, vergeef me. Ik ben geboren om te zijn wie ik moet zijn. En ik moet zijn. Ik vuur alleen lucht op jou, maar heel bekwaam. Een ekslag dit je niet, onopmerkzaam. Dus ik kom door met een woord, dan schreef ik je. Ik vuur alleen lucht op jou. En ik vuur alleen lucht op jou. Ik vuur alleen lucht op jou. Zonder gevaar. Als ik kom doden met een lied, dan is deze voor haar. Wil je meer zien van Dennis? Hij staat binnenkort bij de Vrienden van Bokstel Live. En voor meer informatie over de uitzending of over van de Omroddelen. Ik begin er gewoon van te stotteren, het is echt bizar. Of wil je meer informatie over Omroep Dommeland? Kijk dan op onze website. Dit was hem weer voor vandaag. Over 2 weken is Geert er weer. Hele fijne avond. Doei!